Beste kijkers, welkom op YouTube-kanaal van Dominique. Vandaag nemen we u mee naar het mooie plaatsje Lochem. En waarom per se Lochem? Lochem is mijn geboorteplaats, waar ik 1958 ben geboren. We gaan zo even een kijkje nemen naar mijn geboortehuis. En daarna nemen wij nog vele mooie plekken om u te laten zien wat Lochem allemaal te bieden heeft. Gaat u ook met me mee? Dank u. Dames en heren, welkom bij mijn geboortehuis in Lochem. Als u dat raam ziet, daar ben ik in 1958 ben ik daar geboren. Dit was vroeger één grote tuin waar wij onze groenten verboden. Deze boom was er nog niet. En het was nog een stukje anders. Het was nog iets groter en wat breder. We gaan zo even aanbellen, kijken of de mensen thuis zijn, of we mogen vragen. Of we toevallig even binnen mogen kijken, als dat mogelijk is. Anders helaas moet het helaas van de buitenkant zien. Dag meneer. Hallo. Mijn naam is Jan van Kooten. In dit huis ben ik in 1958 geboren. Is het de mogelijkheid om even binnen te mogen kijken? Oh ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ook fotograaf, hè? Ja. Ja. Dat is heel leuk. Want in hier ben ik geboren. Jeetje, niet te geloven. Ja. Dit huis had vroeger 15 kamers. Ja, ja. Ik heb het hier... Drie keukens. Ja, ja. Kijk, dat heb ik ooit opgezocht. Ja, dat is het. Ik zal het even laten zien. Beste kijkers. Zo zag het eruit in 1958. 23/7/1958. En dit huis had 3 keukens, 15 kamers en 2 woonkamers. Zo. In 1958, begin 1958, zo kwamen er veel Indische naar Nederland heen. En die werden allemaal opgevangen. Okay. Dus wij kregen veel gasten. En daar 3 keukens, een privé, een werk en een keuken voor onze gasten. En de 2 woonkamers... Een privé en een gastenkamer. Ja, ja. En de andere kamers, die waren met hun sliepen. Ja. Hiervoor, dat had mijn ouders een hele grote tuin. Waar mijn vader het eigen kweken van groenten, worteltjes, etc. Ja, ja. En hierachter, ik weet niet hoe ver dat hierachter is. Maar daar hadden we een hele grote tuin, ja. Waar we konden relaxen. In 1958? Ja. Oké. Okay. En nu is het, ja, in 2020, het is een verandering. Ja. Het is, het is wel even schrikken, maar ik vind het heel mooi om het zo te zien. Ja, want dit was toch ook wel één ruimte? Ja. Het was allemaal open. Dit was niet, want mijn wiegje stond hier. Ja. En ik ben een 7-mans kindje. We hadden hier toen Indische, die hadden toen een koffer. Daar werd Jantje ingelegd nadat ik de geboorte. En direct naar het ziekenhuis ingegaan, coiffeuse. En daar hebben ze mij onvermd. Ja. Nou, ja. En ik heb gezien wat er nu terecht is gekomen. Ja, is een grote jongen geworden. Wat is 58? Dan? Ja. Wat ben je dan? 62? Ik word volgende week donderdag 62. Ja. Geweldig. Dus jij bent hier geboren? Ja. En ik ben vroeger bij mijn moeder eens een keer, toen zijn we hier langs geweest, want in deze straat... Maar je heet dan niet Van Dijk? Of, nee, Van Kooten. Van Kooten. C-O-O-T-E-N. C-O-O-T-E-N. Want Van Dijk is hier nagekomen. Nou, Van Kooten. Ja, dit huis heette vroeger Tremzicht. Huizen Tremzicht. Ja, ja, ja. Dus daarom ook de naam de Tremstraat, Tremzicht. Hier aan de overkant heeft ook een pension gestaan. Dat stond vol met pensions, hè? Ja, maar wij hadden toen ook in die 1958 ook een gasten. En die kregen we ouders de deur eigenlijk. Dat is een advocaat die altijd pas gekomen. Want die Indische kwamen hier in Nederland. Daar viel ontzettend veel aan te verdienen. Want de overheid die betaalde dat. Ja,
Ja, ja. En die gasten, die waren, ja, die, dat was particulier. Ja, ja, ja. Ja. Dus, en het, ja. Oh, zo zit het in Lochem. Ja, en, maar ik zie het nu ook al, er rijdt ook nog geen tram meer, het zijn allemaal auto's geworden. Ja, klopt, ja. Ja, dus daar was een groot een pension en hier, dit was een pension. Geweldig. Ja, ik weet dat er hier tegenover, daar woont Ellie, een vrouw boven, die heeft verteld dat, ja, die heeft altijd ook gewoond in de tramstraat. Ja. En die vertelde dat in de oorlog zat hier een, hebben hier onderduikers gezeten hier tegenover. Maar dat waren de leeuwen van Circus Rent. Ja, 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 oké. Okay. Ken je dat verhaal? Nee. Sorry. Want Lochem is natuurlijk ook bekend van zijn muziek. Ja, Inge. Ja, ja. Jan Patat hebben we hier. Had vroeger een keertje, later ook groter is geworden. Ja, dat vind ik ook. En het kanon. We hebben hier ook, in Lochem heeft ook een kanon. Ja, bij Schouwburg. Ja, en daar ben ik als kind altijd mee geplaatst. Zeg, mijn broertje. Daar is Jantje onder geboren. Nou, Jantje begon te huilen. Dus ja, en dit is eigenlijk uniek. Want de melkfabriek, daar had mijn ouders, daar werkte mijn vader vroeger. Daar moesten ze wat bij verdienen worden. Want toen de Indische kwamen, was het volop. Ja, ja. En als de Indische kwamen, dan werd opgebeld vanuit Amsterdam, er komt een bus vol Indische. En het was hartje winter. Pak sneeuw, hartje winter. Zo. Dus er moest dus melk komen en bedden. Daar had mijn vader, mijn ouders hadden daar eigenlijk contacten mee. Dus eigenlijk op het moment, kon dag en nacht kon je bellen, maar dan moeten we het gewoon hebben. Kon geregeld worden. Ja, 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 ja. Dus hier, toen een gegeven moment, die bewuste februari, kwam er weer een telefoontje. 'S nachts om 2 uur ongeveer, er komt een bus vol Indische aan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En er komt een Indische komen eraan. Zo uit het warm Indonesië. Stappen hier in zo'n pak sneeuw. Hartstikke koud, stervenskoud. Legt zo zijn handen zo op die kachel. Zo heet, zo hè, van koud. Ja, 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 ja. Hij zegt van, mensen, waar ben ik hier aan begonnen? Ja, ja. Hij kwam zo uit het warme Indonesië, ja, hierheen. Ja, ja. Nou, jarenlang heeft het allemaal goed gegaan. Maar toen kregen die mensen eigen woningen. En toen kenden we dat nog niet zoals in Duitsland, dat BNB, waar toen eigenlijk opkomst is, daar hadden we hier toen nog niet. Nee, nee. Dus op een gegeven moment is dat eigenlijk leeggelopen. Toen is het verkocht en toen zijn we naar de Velvenweg gegaan. En daar is mijn broertje geboren. En, oh. In Enschede. In Enschede zijn we toen heen gegaan. Oh. Toch niet toevallig naar de Roomweg? Hè? Nou, als ik een steen heel hard gooit. Ja? Daar raak ik hem. Dat heb ik ook nog gewoond. Ja, ik woon daar heel vlakbij. Ja, 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 ja. Aan de Roomweg. Aan de Roomweg, ja. Roomweg 50 heb ik. Ja, nou, daar woon ik dus. Ik woon aan de Buizenstraat, Roomweg, Voortweg. Ja, ja, ja. En dat, ja, ja, stukje, ik ken dat voor dromen. Ja, 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 ja. Dus. God, jeetje, wil je nog even meer kijken? Ja, is het mogelijk? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb 2 jongens op de bank zitten hier. Ja, maar. Hey, jongens, lekker chill. Hallo. Deze meneer is hier geboren. Echt? Ja, echt. Hoe vind je dat? Kijk, mensen, hier hebben we de grote tuin. Ja, ja, ja. Maar dat, ja. Ja, ik ken dat natuurlijk als kind eigenlijk weinig herinneren, maar hier hadden we een hele grote tuin waar dus de mensen konden zitten. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal anders geworden. Ja, en kun je er nou ook gaan, want hier, dit was een kamer en dat was een kamer. Ja, het is nu anders geworden. En ja. Dat is ook allemaal nieuw. Dat was. Dat kun je wel zien. Dat. Hier is de, ja, had je inderdaad de badkamer. Ja, dat is. Tot hier liep het eigenlijk. Ja, ja. En er zat nog een kleine serie hier zo voor. Ja. Want hier hadden dus beneden hadden wij dus 2 woonkamers en 3 keukens. 3 keukens, 2 woonkamers. 2 woonkamers. En boven was dus de slaapgelegenheden. Ja, ja, ja. En de douchen. Ja, en daarboven de zolder of zat er boven? Daar zat een vorm van een zolder eigenlijk. Ja. Dus het, maar ik kan het wel zien dat het wel heel erg veranderd is. Ja, ja. Dus dit is niet meer van vandaag en dag. Nee, hier stond een grote schuur, maar ik weet niet of die toen ook al. Nee, wij hadden hier alleen maar gras. Ja. Alleen gras en zitjes. 1958. Ja. En dat.
hier dus eigenlijk 1928 2 jaar gewoond. Mijn broer is van 1961, dus ja, we zijn in 1961 zijn wij naar verhuisd naar Enschede aan de Velverweg. Ja. En je naam van Kotenen? Ja, C-O-T-N-N. En als je nou in Utrecht komt, dan vragen ze direct van, is het met een K of met een C? Ja, ja. Dus, ja, die deuren, dat is nog zo, dat is nog gewoon zo. Wat eigenlijk gebleven is hier het Engeltje. Dat wilde per se houden en het hele traphuis is vernieuwd, maar dit, ik weet niet of dat al zo. Ja, dat was ook zo. Hier gooi je zo de trap op. En dan kon je zo naar boven naar de kamers. Ja, ja. Ja. En het. Dat is helemaal veranderd, dus daar zie je niks van. Nee, dat is allemaal aangepast, maar dat moest ook toen nog wel. Ja, ja. Toen eigenlijk. Want dat was in 1958, ze hadden dit gekocht. Ja. En toen had je dus nog geen bank van lening. Dat was allemaal met familiegeld. Ja, ja. Nou, en meteen gekocht. En het was niet duur waarschijnlijk. Dat gaan we dan maar vanuit. Wat was gewoon kopen wat je ziet. Ja, ja. Nou, en toen werd dus een pension eigenlijk opgericht. En dat was toen. En de mening van, maar ja, toen kregen ze, kwam de Indische en daar kregen ze dus contacten mee. Ja. Nou, en toen is het eigenlijk zo begonnen. Ja, ja. Nooit geweten. Ja. En hier aan de overkant hadden ze ook Indische in zitten. Maar heel veel Indische die vonden het hier gezelliger dan daar. Als hier. En daar gezelliger zijn ze als hier. Naartoe gegaan? Die zijn overal door. Heel veel zijn er wat nog ook naar Enschede heen gegaan. Ja, ja. Waar hebben nu zijn er 8 kleinkinderen die er nou lopen, natuurlijk zijn. Ja. Want de familie Revenman, daar ken je naam omdat mijn ouders daar altijd contact mee gehouden hebben. Revenman. En die zijn. Die hier doorkomen, hier ook gaan werken. Kinderen. De opa en oma, die kregen ook, en verder. Ja, ja. Waarvan een van de dames is toen ooit eens bij de, van hun kinderen, is toen bij de KLM gaan werken. Ja, ja. En die mochten ze toen gratis vliegen van Londen. Het ging even winkelen. Ja, neem eens moeder mee, we gaan even winkelen, gaan even naar Londen heen. Ja, 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 ja. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus die kleine dingetjes mochten ze toen allemaal doen. Hey, trouwens, dan moet ik wel ben ik ook een fotograaf. Ja. Ik wil even een foto van jullie maken. Ja. Voor het huis natuurlijk, hè? Ja, zeker.